De Clark Eckert Foundation heeft afgelopen zaterdag in samenwerking met de culturele organisatie NAX een speciale 12e editie van de Clark Accord lezing gehouden in de studio van Apinti Televisie. De lezing was in het kader van de 25e jaardag van de bestseller De Koningin van Paramaribo over de invloedrijke prostituee Maxi Linder. Voorzitter van de Clark Eckert Foundation, Mavis Eckert, zegt dat deze editie van de lezing een feesteditie was. Ja, vandaag is 11 mei en 12 jaar geleden zijn we begonnen na het overlijden van Clark Eckert met de lezing om zijn gedachtegoed zeg maar, levendig te houden. We hebben de lezing en we hebben de schrijfwedstrijd voor jongeren. En vandaag is het dus de 12e keer. En ook heel bijzonder is dat 25 jaar geleden zijn bestseller verscheen, De Koningin van Paramaribo. Dus het is dubbel feest vandaag. De voorzitter geeft aan dat deze editie van de lezing ook speciaal cultureel ingericht is vanwege de grote interesse van de schrijver voor cultuur en mode. En de lezing gaat over de gemanuteerde vrouwen in die tijd, hoe ze zich hebben gedragen. En mevrouw Dens, heel bijzonder aan deze lezing, gaat de gewone vrouw in beeld brengen. De gewone vrouw in die tijd, slaventijd, die geen stem had. De keynote-spreker van de lezing, Merlin Aaron Dens, verzorgde de presentatie in het licht van de afschaffing van de slavernij met haar inzichten over strategieën van de tot slaaf gemaakte vrouwen op weg naar hun vrijheid. Daarnaast waren er ook zang- en spoken word optredens van Nax Alafiri en Elvira Sandi.